Je mag even niet typen, nee. Dat is wel even een ding. Maar dan heb je, dat is helemaal niet handig, joh, die, met die switches erin. Okay, mechanische toetsenborden. Dan... Ah, gaan één ding typen, dan kunnen wij beginnen. Wat is het woord, laatste woord? Be right back. Is het echt BRB? Nee. Wat is het dan? Nice. Okay. Dat was wel belangrijk. Dat was wel belangrijk. Ja, weet je, als je vriendinnetje een naaktfoto stuurt en je zegt niet gelijk nice, dan ben je in principe ook wel de lul. Nice. Jongens, welkom bij de Hot Coffee Show. De show waar we elke week jullie stellingen behandelen of bij gebrek aan stellingen wij zelf een stelling inbrengen. En dat is weer het geval. Want er waren weinig relevante stellingen. Ja, nou, ik zag iets over de sleepwet, was wel heel relevant, maar denk ik niet zoveel games. YouTube-kijkers nu tekort, want er werden alleen maar stellingen gedropt. Ja, en heel vaak was het netjes. In het verleden zo dat mensen vragen instuurden bij de Hot Coffee Show. Maar dat is inmiddels geleerd. Ja, een stelling is een stelling. En een stelling is ook niet makkelijk. Nee. Het is een moeilijke uitdaging. Het is een moeilijke, heikele kwestie bedenken natuurlijk. Ja, dat is ook lastig. Ja, nee, is ook zo. En daarom hebben we het zelf gedaan. Dit is Tom. Ik ben Peter en dit is onze koffieshow. Waarin we wekelijks discussies doen. En deze keer gaat het over Microsoft en EA en wat andere partijen. Ja. Misschien zag je het al staan in de titel. Maar het is namelijk zo dat er geruchten zijn dat Microsoft allerlei aanwinsten wil doen dit jaar. Ja, Microsoft koopt EA de moeder. Allemaal de moeder. Dat waren de geruchten. En PUBG en Valve. En mijn stelling dan ook is, het zou fantastisch zijn als Microsoft EA overneemt. Voor de wereld. En omstreken. Oké, dan gooi je er in één keer wel een heleboel context bij. Deels eens. Oké, nou, tot volgende week. Nee, maar het is zo, ik weet dat jij, want jij hebt het er ook in de podcast al over gehad. Jij denkt van, de wereld is gered en eigenlijk zijn alle problemen de wereld uit op het moment dat, dat Microsoft EA overneemt. Ik ben het eens met dat het beter zou zijn. En ik denk ook dat franchises als Star Wars en nota bene Skate en misschien ook wel FIFA en dergelijke beter bij het Xbox-merk liggen dan wat EA nu aan het klootviolen is. Maar ik denk niet dat dat in één keer zoveel impact zou hebben dat van Star Wars is gered! Weet je wel, het gaat The Last Jedi ook niet meer goed maken voor jou of zo. Er is niks op de wereld wat hem die film kan laten waarderen. Nee, maar ik wil het echt zo'n mooi punt maken, dan noem je Ja, dan film. Ik breng je toch weer van je apropos. Ben je wel echt een apropos waar? Nee, Star Wars is gered als Microsoft EA koopt. En weet je wat er nog meer allemaal gered is? Mass Effect is gered. En Dragon Age is gered. En jouw skate is gered. En fucking Need for Speed is gered. Ja. Want dan gaan de makers van Forza gewoon lekker een Need for Speed maken. Hoe vet zou dat zijn? Dat zou denk ik wel kunnen. Maar tegelijkertijd is er ook wel een beetje conflict of interest natuurlijk met een aantal van die franchises. Nou, wat boeit dat? Maar dan maak je er twee. Wat boeit dat? Nee, ik zou een Playground wel een keer aan de Need for Speed willen zien. Kijk, Electronic Arts heeft de laatste jaren de ziel van de gamer proberen terug te winnen. En dat ging in het begin heel goed. Hè? Ja. Toen ze echt op de goede content zaten. De Dragon Age Inquisition. Weet je, de goede nieuwe starten van franchises. En het BioWare debakel. En dat is weer een beetje verslapt. Het visserol debakel. De microtransactiegate, waardoor nu de hele politieke wereld games haat omdat ze gokken verkopen aan kinderen. In Duitsland willen ze het verbieden, EA. Jullie schuld, EA. Dat is wel leuk, maar ze balen daar wel van. Want het is via het Battlefront uitgelekt, maar via FUT-kaartjes doen ze het al jaren. En daar kijkt niemand naar, maar nu is dat ook afgelopen. Ja, dus ze hebben helemaal een eigen ruit ingegooid, dus de aandelen zijn ook niks meer waard. Dus, valt vies mee, hoor. Ja, het is echt, inderdaad, ze hebben een deukje gehad, maar het is niet zo van dat Star Wars Battlefront in één keer heel EA onderuit haalt. Nee, dat is ver waar. Van. Maar Microsoft kan het wel betalen. En als Microsoft heeft ook transacties in bijvoorbeeld Halo. Maar het is, weet je, je kunt Microsoft gewoon eren om het feit dat, ondanks dat Halo 5 Guardians niet heeft gedaan wat het moest doen, ze hebben daar wel heel erg een single-player experience omheen gebouwd. Op een gegeven moment had je de Halo channels, ze hebben echt serieus series gemaakt rondom Halo. Nogmaals, niet zo goed als we hadden gehoopt. En ook de game was niet zo goed als we hadden gehoopt. Maar dat was wel passie. Maar dat was wel passie inderdaad. En een focus op de gamer. Een focus op single-player ervaringen. En ik ben helemaal niet tegen een slechte game. Hè. Een slechte game kan altijd gebeuren. Waar het mij om gaat is een visie die verrot is of niet. En de visie van Xbox en van Microsoft is in game maken niet verrot. En van EA is die dat op dit moment wel. Ja, bijvoorbeeld, je ziet dat ook met Halo Wars. Dat ze daar ook gewoon tijd in steken. Dat ze Age of Empires terug willen gaan brengen. Echt een Age of Empires 4. Ze hebben nu met een nieuwe studio een Fable game willen maken. Je kunt over discussiëren. Weet je waar of ik aan zat te denken? Hear me out. Ja. Een nieuwe Halo game van Respawn. Thank you!
Wauw. Ja. Sold. Fucking sold. Fucking sold. Of in ieder geval iets nieuws van... Ja, ja. Lang, ik kreeg een slow clap. Ja, hartstikke. Ja. Ja, maar dat is een goed idee. Ja, Titanfall was een van de beste shooters ooit gemaakt. Titanfall is nogmaals de beste Call of Duty ooit. Nou oké, Destiny heeft ook wel een lekker schietmechaniek, maar Titanfall had gewoon niet de titel en was te lang exclusief op Xbox, dus als ze dat nou zouden stoppen in een Halo, ja, dat zou echt een heel goed voorbeeld zijn. En Xbox wil die gok doen met games en de eerste Mass Effect was een Xbox game, was uitgegeven door Microsoft. Skate 4 van Rare. Er zijn hier wel leuke crossovers met elkaar, met ook anders materiaal. En Microsoft doet dat. Ik bedoel, je zegt het al, met Fable geven ze het aan Playground Games, de makers van Forza. Wat best wel een soort van rare, ja, niet crossover is, maar dat is wel... Microsoft heeft zoiets van, wij hebben IP's en we willen meer IP's en we hebben studio's en we willen meer studio's. Het is wel een fijne visie dat je zoiets hebt van, die jongens hebben door dat ze meer games uit moeten brengen en ze zijn er echt mee bezig. Maar of het EA gaat worden, dat kan alleen de toekomst weten. Conker's Bad Fur Day naar Maxis. Ja, ik ben helemaal voor. Ik ben helemaal voor de maker van de Sims. Gewoon lekker aan de slag met een spurende, scheldende, schijtende eekhoorn. Ja. Ik zie het helemaal voor me. Dit is helemaal klaar. De makers van My Sims zet je gewoon op de nieuwe Gears of War. De makers van Spoor. Oh nee, die bestaan niet meer. Oh, de makers van Dead Space. Die bestaan ook niet meer. Ook ontslagen. Oh, het oude Bioware. Ze hadden te veel ambitie in een singleplayer game. Oh ja, dan ontslaan we ze. Ja, je merkt dat er een lichte soort van... Ik proef wat zoutigheid bij Peter als het aankomt op EA. En ja, ik snap dat ook wel. En ik denk dat heel veel mensen die mening ook wel met delen. Ik geef ze alleen ongelijk qua Mass Effect Andromeda, want ik vond dat toch een leuke game. Ja, ik moest ook wel lachen om de bugs. Maar hoe dan ook. Hebben ze gefixt. Ik ben heel benieuwd naar of mensen Peters mening delen. Van, en zou de wereld beter af zijn als EA door Microsoft? Microsoft laat BioWare per morgen beginnen aan Knights of the Old Republic 3. Dat, oprecht. Dat zouden ze oprecht doen, geen grapje. Ja, ik zie Phil Spencer dat inderdaad ook wel doen. Zo van, wat vinden gamers tof? Dan gaan we dat maken. Ja. In plaats van, waar kunnen we microtransacties in pleuren? Dat is ook zo'n hele rare soort van managing skill. Dat je zegt van, god, wat vinden aanbod. Mensen leuk? Ja. Laten we dat gaan doen. Vraag en aanbod is wel, weet je, dat leer je pas laat op de studie. Bij EA zit het laatste jaar, wat vinden mensen echt heel kut? Laten we dat gaan doen. Ja. Maar echt heel erg ook. Nee, hoe verkopen we zoveel mogelijk pakjes? Ja. Nou goed. Wij zouden het hopen. Microsoft, koop EA. Koop Valve, koop PUBG. Nee, dat hoeft voor mij niet. Maar wel... PUBG hoeft niet, maar Valve zou inderdaad ook wel leuk zijn. Maar dat is een andere discussie. Dat is een andere discussie. Je hebt het specifiek over EA hier gehad. We hebben het over EA gehad. Jongens, laat ons weten wat je ervan vindt. En even over de PlayStation mensen. Als dit zou gebeuren, zou Microsoft echt wel FIFA uitgeven voor PlayStation. Oh ja, tuurlijk. Wees niet bang, doe ze ook met Minecraft. Dat vond ik zo raar dat mensen meteen die conclusie trokken. Dat ze van, nee. Maar wat wel gaat gebeuren, is dat je natuurlijk exclusieve voordeeltjes krijgt op Xbox. Ja. Dus dat je dan je FUT-kaartje voor 20% minder krijgt. Oh, zo. En dan ook nog eens een keer die slinkse shit doen met je microtransacties. Nee, dat is wat Microsoft te mooi zou maken. Ja, maar dat nemen ze dan gewoon over. Ja, oh, sorry. Ja, ik kan het beestje niet ontleren, hè. Ja. Jongens, laat even weten wat je van deze stelling vindt. En mocht je zelf een leuke stelling hebben, bijvoorbeeld Valve moet Microsoft kopen. Wauw, wat origineel. We draaien het om. Ja. Maar laat het ons weten hier in de reacties. Tom, bedankt voor jouw verlichtende mening. Verlichtend ook echt. Alsof ik een eigen religie hier heb. Nou, ik vond wel dat je een aantal hele mooie crossovers maakte waar wel religie op de bouw ging. Ja, ik ben wel voor Make Skate Again, maar dan door Rare of zo. Ja. Door een andere gekke partij. Ik ben helemaal voor. Prima. Ja. En een hele hoop van Respawn. Een hele hoop. En die gasten van Sea of Thieves hebben binnenkort er ook niks meer te doen. Nee. Ja. Dat is een kid with love. Maar jongens, tot volgende week. Tom bedankt. Jullie bedankt. Tot later. Hot Coffee Show. Cheers. Ik was aan het drinken. I know. We hebben trouwens tegenwoordig... Oh, even een koffie announcement. Wij zijn af van de Nespresso. Want ik vond het een beetje te gortig geworden qua geld. Oh ja. Dus we hebben nou een koffiepot gekocht bij de kringloopwinkel voor 10 Dat is niet eens een nieuwe. Maar bij de kringloopwinkel. Want zo, ja, de broekriem moet aan, hè. Nieuwe jaar. En nu pruttelt er heel de dag koffie in. Het is best gezellig. Ja. Kunnen we dat gewoon voortaan onder de koffieshow editen? Gewoon alleen dat gepruttel. Gewoon de hele tijd. Geen achtergrond. Ga even een uur lang met een microfoon naast de koffie. We maken het wel echt onszelf. Ja.